iedereen, vandaag gaan wij jullie een backflip leren! Mijn rug doet echt veel te veel weer. Oké, ja. De eerste stap is dus... Dit, wacht hè. Ja, om te beurten. Hetzelfde hè. Dat is dus de eerste stap, op je rug kunnen vallen. Doe maar. Ja, maar hij moet wel niet recht staan. Oké. Ja. Want hij staat niet... Ja, hij staat niet recht in de backflip. Jawel. Ja. Maar dat ja, boeit wel dan nog, hè? Dat boeit, ja, oké, dat boeit niet veel. Dan doen we springen, springen, springen. Nee, allee, aan de kant. Dan doen we daarna. Dus, okay. Ja, maar mijn rug doet een beetje te veel pijn. Daarvoor. Ja, maar we moeten wel achteruit gaan. Zo, hè, Alex? Ja, ik weet het. Mijn rug doet echt veel te veel zeer. Zie je, dat bedoel ik dus. Mijn rug doet te veel zeer. Ja, daar. En dan moet je normaal je backflip kunnen. Dus wat je eerst moet doen is een beetje zo. Dus dat, je benen vastpakken. Mag ik even de volgende stap doen? Want... Nee, gewoon even je benen vastpakken. Doe. Dus, wat is ook? Ik heb twee stappen achter elkaar. Je gaat dus je benen vastpakken. En de volgende stap is dus... Gaat ook een beetje naar achter leunen. Maar jij gaat niet naar achter leunen, jij leunt naar voren. Het is zo. Het is zo bedoeld, Alex. Het... Ja, dat is. Mama, die doet. Oké, doe nu maar je backflip, hè. Doe maar. In 3, 2, 1. Ja, dat dus. Maar dan recht. Recht staan op het einde. Misschien kan ik het voordoen. Helemaal. Maar Mary doet echt super veel pijn daar. Nee. Maar, zo doen we dat dus. Een beetje. En nu gaan wij nog even een TikTok doen. About it like a rock. Nee, let's do it. Oké. Let's do it. I got a feeling. Tonight's gonna be. Maar ja, we moeten dat beter binnen doen, man. Oké, dat was hem dus voor vandaag. Doei.